In zijn werkruimte in de Leeuwarder Floris Verster Ateliers legt beeldend kunstenaar Hans Dol de laatste hand aan een monumentaal schilderij van de Oldehoven. Naast figuratieve stadsgezichten werkt Hans aan een serie abstracte schilderijen onder de naam Project Ian. De kunstenaar maakt ook driedimensionaal werk en componeert en speelt muziek. Ik ben nu bezig weer met stadsschilderijen, zoals daarachter hangt. Die kunnen we straks wel even gezien, denk ik. En zo blijf ik bezig. Ik heb eigenlijk tijd tekort. Ik richt me alle kanten op en ik moet me heel disciplineerd houden aan een onderwerp, een thema. En dat heb ik daar achterin over binnen het thema 1. Ja, dat moet een expositie worden. Dat moet een expositie worden door het land. En ik ga straks mijn best doen om dat ergens onder dak te krijgen. En het is bijna afgerond, dus dat belooft nog wat. Je had het net over aquarel, verf. Ja. Wat voor technieken gebruik je allemaal? Ja, dus hier achter me, dat is typische olieverf. Dan gebruik ik wel de Rembrandt olieverf. Op linnen uiteraard. Ik werk klassiek, zeg maar. Ik ga niet op boord schilderen of hout. En het aquarel, dat is de gewone waterverf. Daar gebruik ik ook de Rembrandt-verf. En die op mooi zuiverpapier. Daar heb ik veel dingen mee gemaakt van de stad. Straatjes, landschapjes. Ook ter plekke in het land zelf. Aquarellen maken met waterverf. Ja, ik heb hier in Leeuwarden, je bent een typisch Leeuwarder kunstenaar. Ik heb hier in Leeuwarden wel eens op de voorstreek met je schilderzezeltje gezien. Doe je dat nog? Nou ja, soms. En dat is ook een beetje vreemd, vind ik, aan het gebeuren over het moderne wat we hadden. Over deze tijden, hoe anders in het licht het kan schijnen. Wat betreft culturele hoofdstad ook. Ik was daar naartoe gegaan vorig jaar van, ik ben het Stadsatelier, zo heet mijn site, www.dol.ee/stadsatelier. Of je googelt gewoon Hans Dol en dan heb je het Stadsatelier. En ik kwam daar dus van, het valt goed samen, culturele hoofdstad en Stadsatelier, dat bijt elkaar niet, maar ze zagen me niet zitten. En dat vind ik wel heel jammer, want je bent je hele leven al bezig. Vroeger stond ik altijd te tekenen en overal. En dan word je eigenlijk niet gezien. En zoals vorig jaar heb ik daar dus een gesprek gehad. En dan is het van, zet je spullen maar op de site. En dan komt de site en dat is leuk voor iedereen. En dan kunnen we misschien wat ideeën. Dus ik voel me wat het bos in gestuurd. Maar is het met CA18 niet zo dat je gewoon een plan moet indienen met een begroting? Ja, ik had ook plannen en ideeën erover. Maar ik werd uiteindelijk wel uitgenodigd om 2 weken in de Leeuwarder Blokhuispoort gratis 2 weken een cel te bezitten en zodoende mij te presenteren. En er zou dan een interview komen van hou ik je cel de rust en dergelijke dingen meer. En na een weekje was het van, en ik voelde me trouwens best wel even op de plaats daar, want ik voelde me net een visitekaartje van de stad. Veel toeristen kwamen binnen, ik had deze 11 steden daar hangen en... Dat omarmen toeristen en buitenstaanders heel erg. En ik verkocht ook veel setjes kaarten die ik daarvan heb dan. En dus op die manier had ik ook wel een visitekaartje binnen het culturele hoofdstadgebeuren willen zijn. Maar ik kreeg de toezegging dat er interviews zouden komen. Is ook helaas niet doorgegaan. Ik was er een week en toen ben ik naar het kantoortje gestapt van hoe zit dat nou eigenlijk? Ja meneer, we gaan erachteraan. Maar de volgende week had ik nog niks gehoord. Ja, en dan praat men zo over culturele hoofdstad in negatieve zin. En mijn ervaring is dusdanig dat ik zeg van ik heb er niks aan. Nee, maar dat staat dan ook niet, denk ik. We hebben natuurlijk nog even de tijd, hè, tot 2008. Ja, dat is wel goed. Ik ga ook altijd mijn eigen weg, dus ik kan het zonder hun ook wel doen. Maar het is natuurlijk wel leuk als je wat hulp hebt, hè. Je onderwerpen, leven en dood las ik, menselijke relatie. Ja, zoals het beeld. Binnen dat thema 1 heb ik dus allerlei fenomenen uitgelicht, zeg maar.
zoals één leven, één dood, hè, rond dat één. Je kunt het moeilijk beginnen met één regeldruppel in één grote bui. Dus je zoekt wat aansprekende dingen, hè, zoals het vormen tot een stijl, die eenheid van, hè, dat mensen altijd wel toch graag een stijl willen gaan vormen, man en vrouw, en die eenheid en de eenheid binnen de gemeenschap of en dat soort dingen meer. Dat wil ik graag uitlichten in beelden en schilderijen. Bij expositie 1 en thema 1, wat betekent dat allemaal? Ja. Het is eigenlijk heel toevallig ontstaan. Uit het vinden van een ijzerdraadje op straat, toen ik met mijn verliefde daar liep. En ontvouwde ik daar eigenlijk twee figuurtjes uit. Ja, en dat één zou je ook kunnen gaan zien als één schepping, maar alle diversiteit erin. Zoals vanuit dat figuurtje wat ik hier in het in heb geplaatst. Ben ik verder gaan denken aan hoe dat uit te bouwen, thema 1. Dus ik tel zo'n 10 schilderijen, ja. Dus allemaal één. Maar er zijn nog veel meer schilderijen, veel meer verhalen en veel meer volkeren en mensen. En wat ik hiermee wil uitdrukken is dat dit is dat Friese een. En die andere figuren zijn in andere kleuren. En daar heb je bijvoorbeeld het Afrikaanse een. Het zijn eigenlijk reproducties bewerkt. Daarboven dat oranje is dan het Nederlandse een en daar heb je het Chinese, daar staat ook het begrip een op. Daar heb je het Arabische wahid, ook het begrip voor een. En zo heb je daar het Amerikaanse, althans naar mijn interpretatie, hè, met kleuren en uitdrukking. Maar wel steeds diezelfde figuren, maar een andere kleur, een andere taal en toch weer dat een, die ene mens. En je die eigenlijk verbindt. En uiteindelijk allemaal hebben we dezelfde behoefte en dezelfde mensen die we zijn. En je inspiratie was dus eigenlijk dat ijzerdraadje? Ja, uiteindelijk wel. Wat je gewoon op straat vond? Ja, en daar heb ik dus een ander groter beeld van gemaakt. En zo bouw ik door op het thema 1. Ik zeg, ik ben blij met de vrijheid die ik heb om dit te kunnen doen. En dat ik deze plek nu nog heb. En, ja. En ik hoop dat mensen daarin mee kunnen genieten. Dat ik wat kan betekenen op die manier. Voor de stad Leeuwarden? Ja, maar ook in het algemeen. Dat je dus niet voor de kelder zit te werken, maar voor de mensen zelf. Zoals ik vroeger al een aanbod kreeg om in de BKR te gaan, de Bond Kunstenaarsregeling. Dat heb ik toen afgewezen van, ja, ik wil niet voor kelders gaan werken, mijn kunst aankopen en dan ergens wegzetten in het donker. Ik ga mijn eigen gang. Ik zorg er wel dat het onder de mensen komt, dat het gezien wordt. Dat is eigenlijk ook mijn insteek. Bij het talent wat ik heb, wil ik dus dat meer waarde aan geven voor anderen ook. Dus in die zin voel ik me echt schatplichtig, zeg maar. Het is niet zo vrijblijvend voor mij. Ik heb wel het gevoel dat ik iets moet doen.